Deze week in de Rekenkamer onderzoeken we hoeveel geld er in rook opgaat door de illegale status van wiet. Het totale energiemisbruik voor de hennepteelt is aan straatwaarde, als je netjes via de leverancier zou moeten afrekenen, ongeveer 200 miljoen euro. Zien we dat niet alleen roken, maar ook illegale plantages slecht zijn voor de gezondheid. Ik zie hiernaast hier gewoon de babykamer is hier. Dat klopt. Dus die mensen die beseffen helemaal niet waar ze überhaupt mee bezig zijn. En ontdekken we dat in Amerika blowen een positieve invloed heeft op het onderwijs. The first $40 million of the recreational tax goes to fund schools here in Colorado. Donald de Roever. Stefan Stassen. Donald de Roever. De Roever. De Roever. U had een vraag. Ja. Zeg, ik woon op een kade en van de week zag ik allemaal politie. En toen dacht ik, oh, wat is hier aan de hand? Zal ik ook even kijken? En bleek dus dat er een illegale hennepkwekerij was. Het was een heel circus. Ja. En ja, toen ik allemaal zo keek, toen dacht ik, god, het is best wel heftig. Ja. Want je hoort ook dat er brand soms uitbreekt in die wietkwekerijen. Ja. En dat er heel veel stroom wordt gestolen. Ja. En mijn vraag was, wat zijn de maatschappelijke kosten van wiet? Wat zijn de maatschappelijke kosten van wiet? Van wiet. Van wiet. Ja. Dat is een goede vraag. Ja. Dat ga ik voor je uitzoeken. Oké. Sinds de 15e eeuw voor Christus gebruikten de Chinezen al hennep en noemden de plant bevrijder der zonde. Maar vanaf het begin van de 20e eeuw veranderde wiet van wonderplant plotseling in duivelskruid. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. Nederland was altijd vrij liberaal en zodoende hebben wij de verkoop gereguleerd. Maar waar de wiet van de koffieshop vandaan komt, blijft echter een mysterie. Want kweken is verboden. En dus worden kwekers en handelaren opgespoord, opgerold en opgesloten. En dat kost geld. Veel geld. Het moet dus illegaal aangevoerd worden. Dat kan toch niet anders? Maar je mag het wel verkopen. Ik snap er echt helemaal nooit een barst van, hoor. Het is eigenlijk heel scheef natuurlijk, weet je? Dat je wel mag kopen, maar je mag het niet telen, ja. Die gaat met van die helikopters of van die dingen met van die warmtesensoren. Ik geloof vooral als het heeft gesneeuwd. Als je zoveel agenten nodig hebt, als je zoveel onderzoek nodig hebt, als je erachteraan moet, dan lijkt me dat dat heel erg duur is. De Rekenkamer gaat op onderzoek en begint bij de basis, de koffieshop. Hallo. Hoi. Marijn Frank, Rekenkamer. Michael, eigenaar van deze koffieshop. Mooi. Kunt u mij wat meer vertellen over de prijzen van wiet? Ik ga het proberen. Ik merk gewoon dat ik al hartstikke stoned word, alleen door hier te zitten. Ja, dit is gelul. Hoezo? Dat is echt slap gelul. Hoezo? Nee, dat is niet waar. Er wordt daar misschien een beetje gerookt. Het staat hier blauw als je binnenkomt. U ziet het gewoon niet meer. Natuurlijk staat het blauw. Het is een koffieshop. Ja. Wat ik me eerst afvroeg, wat is er nou precies legaal en illegaal? Het is allemaal verboden, illegaal. Alles wat ik doe, elke handeling rondom cannabis is verboden. Echter, in Nederland hebben we een instructie aan de politie om zeg maar erkende coffeeshops niet te vervolgen zolang ze zich houden aan een aantal strenge regels. Oké. En dat zijn? Geen officiering, geen harddrugs uiteraard, geen overlast uiteraard, geen jeugd en geen grotere hoeveelheden dan 5 gram per persoon per dag. En zit er dan ook een soort limiet aan hoeveel wiet je mag hebben? Er mag 500 gram in de vergunningsruimte aanwezig zijn. Oké. En dat mag je per dag aanvullen dan? Nee. Oh, niet? Nee. Want hoe doe je dat dan als dat op is? Ja, officieel, dat weet ik niet. Dat is dus het probleem. Ja, ik mag dus niet over de openbare weg een hoeveelheid hier naartoe brengen die in principe groter is dan 5 gram om hier aan te vullen. Dus dat is het grote mysterie van de koffieshop. 5 gram? Ik zie hier een kaart liggen. Dat is de menukaart, hè? De menukaart. Het loopt eigenlijk een beetje van 9 euro tot 14 euro. Ja. Voor een gram. Ja, krankzinnig, hè?
hoe duur dat is. Ja, dat, want het kost helemaal niet zoveel om wiet te kweken. Daar zit die kostprijs niet in. Ik denk het niet. Nee. Maar ik weet wel dat de prijs is natuurlijk hoog, mm-hmm. omdat er ook een risico aan zit. En dan zie je dat de markt dan zijn werk doet. Mm-hmm. Risico's worden ingebouwd, de exclusiviteit. Ja. En dan wordt het gewoon duur. Maar hoe zit het dan precies qua accijns en BTW? Nul. Is verboden. Oh, omdat het illegaal is? Het is verboden om BTW te heffen of accijns over een product dat illegaal is. Goeiedag. Goeiedag. Stefan Stassen. Goeiedag. Dirk Korf. Dirk Korf, u bent van het Bongers Instituut? Bongers Instituut van de Universiteit van Amsterdam, ja, Criminologie. Hoeveel wietgebruikers zijn er in Nederland, weet u dat? Ik schat er op 550.000 op een doorsnee dag. 550.000. En hoeveel wiet wordt er door deze 550.000 mensen geconsumeerd in een jaar? Alles bij elkaar opgeteld zo rond de 60 ton. 60 ton wiet per jaar. 60 ton wiet? Ja. Ja. 60 ton wiet? Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn er verslaafd aan wiet in Nederland? De officiële schattingen zijn rond de 30.000. En wat kosten die wietverslaafden? Tussen de 1000 en de 1500 euro per behandeling. Dan kom je op 10, 15 miljoen uit. Ja. Wilt u trouwens een plakje cake? Ik weet niet hoe vers die is. Maar hij ziet er verder eigenlijk nogal kruidig uit. En ik vermoed niet dat het oregano is. Dat gaan we maar niet doen. Oh, dat gaan we niet. Want u houdt daar niet van? Nee. Nee. Hoe omvangrijk is die wietwereld? Fors. En we weten de omzet, de eindomzet, dus niet de winst. Dat is wel een ander verhaal. Dus dat is ruim een half miljard aan wiet die in Nederland verkocht wordt. Half miljard aan wiet? Ja. Ruim. Nou, als je kijkt naar het aantal kwekerijen of hokken, zoals ze in die branche zeggen, dan worden er alleen al tussen de 5.000 en de 6.000 door de politie elk jaar ontmanteld. Dus 5.000 tot 6.000 worden er opgerold. Hoeveel per week is dat? Nou, als ik dat snel uitreken, nou, dat hebben we toch, als we de 5.000 doen. En dan delen we dat door. Laten we dat door 50 delen, want de politie heeft ook af en toe een kerstdag. Dan zouden we op 100 komen. 100? Dus 100 kwekerijen worden er opgerold in één week? Ja, en die worden dan niet op zondag doorgaans opgerold. Dus als we dat nou eens door gewoon 5 dagen delen, dan hebben we er 20 op een werkdag. Dus er worden 20 wietkwekerijen per dag opgerold? Ja, op maandag tot en met vrijdag. Grappig, hè? Ja, de hele industrie. Ja. Zeg maar gerust intensieve landbouw, maar dan op zolderkamers. Als wij doorrekenen met een door justitie gehanteerd oplosratio van 10%, zou dit betekenen dat er in Nederland ruim 50.000 plantages zijn. Dat betekent in 1 op 5 straten een plantage. In Heerlen, waar de plantagedichtheid ongeveer het hoogst is van heel Nederland, wil men hier iets aan doen. En dat doen ze op dinsdag. Goedemorgen, hier van de Rekenkamer. Paul de Plak, burgemeester van Heerlen. Vandaag is, begreep ik, de dag dat de gemeente Heerlen op pad gaat om kwekerijen bloot te leggen. Dat klopt. Dinsdag is altijd de dag waar we met heel veel mensen op pad gaan om de signalen die we hebben gekregen dat er ergens een hennepplantage is, om die signalen te gaan onderzoeken en de plantage te ruimen. Ja, en hoe groot is dat team wat op pad gaat? Nou, zo'n man of 8 gaat er wel zeker altijd op pad. Mensen van de politie, mensen van het elektriciteitsbedrijf, maar ook onze eigen bouw- en milieuinspecteurs, omdat er vaak sprake is van brandgevaar. Nou, dat moet ook worden vastgesteld. Ja. Dus het is een hele club. Ja, dus iedere dinsdag is er hier beltjesdag in Heerlen? Iedere dinsdag worden de hennepplantages geruimd. Hoeveel plantages hier in Heerlen ruimen jullie per jaar? We hebben afgelopen jaar zo ongeveer 130 plantages geruimd. 130 in de stad als Heerlen, 90.000 inwoners. Wat zijn jullie kwijt aan kosten als gemeente met zo'n team dat op dinsdag op pad gaat? Daar praat je over een kostenpost van zo'n 500.000 euro per jaar. 500.000 euro per jaar? Ja. Maar dat is het ambtenaren en er komt ook politie bij? Er komt politie bij. Ik heb de inschatting vanuit de politie Heerlen dat zo'n 5 mensen fulltime bezig zijn met hennepruimen in de stad Heerlen. Ja.
Nou, dan telt dat ook maar weer, laat ik zeggen, zo'n 200.000 euro, 250.000 euro telt dat maar erbij op. Oké, okay, dus ongeveer zo, 700 ton. Ja. Dus één zo'n ruiming, dan ben je ongeveer kwijt aan totale overheidskosten schat ik zo'n 5.000 euro dat je aan kwijt bent. In totaal worden er jaarlijks bijna 5400 plantages opgerold. Totaal kost dit dus 27 miljoen euro en daar komen de kosten voor politieonderzoeken, opsporingen en vervolgprocedures nog bij. Die kosten worden geschat op 160 miljoen euro. Goedemorgen, goedemorgen. Hier van de rekenkamer. Goedemorgen. Dag Smit en Jelle. Hoi. Goedendag. Ik hoor dat hier die ontruiming gaande is. Dat klopt. Jullie hebben beet? We hebben beet. Ja, kom. Zullen we laten zien waar we aangetroffen hebben. Oké. Okay. Ah. 15 armaturen, 15 lampen, 2 keer koolstoffilter, 3 keer staande ventilator. Ik zie hier de buit al liggen. Dat klopt. Wat een lucht komt hier vanaf, hè? Wat is door? Ja, maar ik zie hiernaast zie ik gewoon de babykamer is hier. Dat klopt. Dus die mensen die beseffen helemaal niet waar ze überhaupt mee bezig zijn. Want wat zouden concrete gevaren kunnen zijn als ze hier... Het brandgevaar is gewoon overal aanwezig. En dan, als dit gaat branden met alle plastic en alle spullen... Kijk, dat is allemaal dat brandt ja. Iedereen. Nu gaan we de zolder op. Nou, we gaan de zolder op. Want deze persoon heeft ervoor gekozen om de kamer in te richten voor de kweek. En op de zolder, ja, dus zo ver als mogelijk is, de rest van de installaties te plaatsen. Ik zie hier heel veel stroomkabels. Ja, het is namelijk zo, iedere lamp die onderhangt, die wordt voorzien van een trafo, zoals wij noemen. Ja. Komt dat vaak voor, brand, door wietplantages? Of? Ja, het komt toch wel regelmatig voor, ja. Wat is nou de waarde van al die planten die hier nu geschredderd worden? Nou, wij gaan ervan uit op dit moment dat er in totaal 150 planten aanwezig zijn. 150 planten? 150 planten, ja, die hier in die ruimte staan. Ja. Maar je moet toch denken dat je hier in de winstmarge tussen 10.000 en 12.000 euro hebt hierover. 10.000 en 12.000 euro. Loopt deze meneer nu mis? Ja. Die zijn wij nu hier op verschillen. Ja. Met z'n allen hier. Ja. Paul Houtgast, u bent 22 jaar wietkweker geweest. Klopt. Waarom bent u gestopt? Ja, door de veelvuldige invallen die ik heb gekregen. En de laatste inval die was dusdanig heftig dat mijn vrouw en ik alle twee meegenomen zijn voor enkele dagen. En de politie invallen heeft gedaan waar mijn kinderen bij waren. En dat wil ik ze niet weer aan doen. Dus, nee. U betaalde wel stroom, hè, op een gegeven moment? Ik betaalde wel gewoon stroom. En hoe deed u dat dan? Ja, je belde de Essent op, of de Edon destijds nog. En dat is de energiemaatschappij. En dan zei je van, ik heb een leuke hobby met keramiekovens en een sauna en allemaal van dat soort zaken. Ja, en dan of de stroom even wat omhoog kon. Okay, zo nou, ging er was dat. Nooit geen enkel probleem, er werd nooit geen vraag over gesteld. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die geen stroom betalen. Waarom doen ze dat? Ja, omdat als ze worden opgepakt en er is een hele hoge stroomrekening, kunnen ze aan de hand van die stroomrekening van het verbruik, kan politie en justitie kunnen nagaan hoe lang iemand bezig is geweest en wat daar ongeveer gedraaid moet zijn. Okay, dus het loont wel. Ja. En waarom deed u het dan niet? Ja, ik hoef niet per definitie als ik kweker ben ook dief te zijn. Het ging mij gewoon om het kweken van die plant. Ja. Gebruikt u zelf wiet? Nee hoor. Nee? Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Kwekers stelen dus vaak noodgedwongen stroom, anders worden ze gepakt. Maar hoe gaat dat? En hoeveel stelen ze dan precies? Hallo, Paul van de Rekenkamer. Hallo, Peter Janschot, namens NBN Nederland. Jullie sporen energieboeven op, hè? Nee, dat doen wij niet. Wij hebben wel een container ontwikkeld om mensen voorlichting te geven en instructies te geven hoe ze moeten handelen bij energiediefstal. Gaan we kijken. Ja. Ja, dit is hem dan. Nou, het ruikt hier heerlijk. Ja, in elk geval niet naar hennep. Allemaal kunststof.
Oh ja, stof. Waarom heb je zo'n container nodig? Wij laten mensen vooral zien wat ze tegen kunnen komen in een kwekerij. En we wijzen ze op de gevaren en de risico's. Zoals het hier opgesteld staat, is dat een verzameling van alles wat in de praktijk ooit meegenomen is met toestemming van het Openbaar Ministerie. Verzameling is een verzameling van attributen. Wat je kan aantrekken. Precies. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Aan deze kant hebben we bijvoorbeeld meters die gefraudeerd zijn. Een heel eenvoudige vorm is een gaatje boren in de meter. Je stopt er een stokje in en je zet die schijf stil. Maar dat is wel... Satéprikker. Ja. Meer heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig, maar dat is natuurlijk wel een opzichtige manier van energiediefstal. Hè. Dat lijkt me duidelijk dat we daar, als we daar achter komen, dat wel duidelijk is dat daar iets gedaan is. Als je daar achter komt wel. Ja. Ja. Wat zijn precies de gevaren van het frauderen met energie? In de kwekerij maakt men ook aansluitingen, kabels die men gebruikt, die dik genoeg zijn. Het wordt heel warm in een kwekerij. Men gebruikt voorschakelapparaten die loeiheet worden op hout gemonteerd. Dat gaat uiteindelijk leiden tot brand. Dan breekt er brand uit en dan fikt de hele zaak af. Ben je er ook vanaf? Dan ben je er vanaf, maar de buren hebben daar ook last van. Hè? Oh ja. Je zult er maar naast wonen. Hoe vaak breekt er brand uit? Brand, wat wij hebben doorgekregen van de verzekeraars, want ja, die gaan over brand, zeg maar. Dan hebben we het over ongeveer gemiddeld 3 branden per dag door hen op teelt. Dus iets van 900 branden per jaar. Dat is veel, ja. Ja. Kost dat nou, zo'n brand? Ik begrijp van verzekeraars dat we het wel hebben over in de orde van grootte van 60 miljoen euro. 60 miljoen. Maar wie betaalt het dan? Dan betalen we dat met z'n allen. Ik? Ook. Jij? Ook. En het verbruik zelf? Het verbruik zelf aan energieverbruik. Daar hebben wij berekeningen over gemaakt en we komen tot ongeveer 1 miljard kilowattuur wat door de hennepteelt illegaal afgenomen wordt. Maar wat is dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? 1 miljard kilowattuur aan hoeveelheid is dat vergelijkbaar met ongeveer de huishoudens van de stad Den Haag. Er wordt net zoveel stroom gestolen als je nodig zou hebben om alle televisies in Nederland permanent van stroom te voorzien. Een vorm van verdoving die overigens wel legaal is. Wat kost het? Totale energiemisbruik. Totale energiemisbruik voor de hennepteelt ongeveer 1 miljard kilowattuur is aan straatwaarde, als je het netjes via de leverancier zou moeten afrekenen, ongeveer 200 miljoen euro. 200 miljoen euro? Dat is wat je zou betalen als je het netjes via de meter zou afnemen. En hoeveel mensen zijn bezig met het totale energiefraude in Nederland? Bij de netbeheerders is meer dan 100 man mee bezig, dagelijks. Die niks anders doen dan zeg maar technisch die zaken oplossen. Onderzoek daaraan doen en factureren en proberen te incasseren. Tegen een modaal salaris komen de kosten voor deze 100 medewerkers van het platform Energiediefstal op 3,45 miljoen euro per jaar. Het is tijd om alle kosten bij elkaar op te tellen. Dus dat is 462.950.000 euro, Paul. Dat is bijna een half miljard. Bijna een half miljard. Gigantisch bedrag. Ja, dat is mooi. En het gekke is, dat besteden we dus niet om iets te veranderen in het gebruik ervan. Nee. In het roken, of het minder roken, of het meer roken, of het gezonder roken. Dat besteden we, het gebruik laten we intact. En dat hele bedrag besteden we om de productie te controleren. Als je nou aanneemt dat er in Nederland 500.000 gebruikers zijn, ruim. Dan zie je dus dat je 800 euro per gebruiker uitgeeft. Maar alleen maar om de productie te controleren. Ja. Terwijl we aan het gebruik niets doen. Ja, dat lijkt verloren geld, hè? Dat lijkt weggegooid geld. Dus ik ben ook erg geïnteresseerd als je in de Verenigde Staten, in verschillende staten, is het nu gelegaliseerd. Zijn dus en liberaler dan wij daarin, maar kijken er ook veel zakelijker naar. Nou, dat vind ik een hele interessante vraag, hoe ze dat nou precies doen. We roepen dan wel dat we zo'n vooruitstrevend land zijn, maar als we wiet echt zouden legaliseren, dan zou dat misschien een hoop geld kunnen opleveren. En laten ze daar nou net zijn achtergekomen in het meest behoudende land ter wereld, Amerika. Can I buy weed here? You may. I just need to see your ID right here, and then I'll buzz you in, and you can check out everything we have. I smell something already. It smells delicious, right? Hello. Hey there. How are you, my friend? Is this an American coffee shop? Almost. It's a dispensary. We'll call it that. American Colorado dispensary. So what have you got here? I have got plenty of recreational marijuana that you can buy right here. It looks amazing, man. It is very, very pretty. I've got some very pretty strains going on right now. Can I smell it? Of course.
What's the difference between this weed and the stuff we buy in Holland? I don't know. I've heard it's a little better these days. I think we've I've heard that we've surpassed the quality of Holland. I've never been, but I've heard that we've started to surpass these days in Colorado. This is better than the stuff we buy in Holland. That is my understanding. You get so that's the great stone just smelling this. That'll be $5. But so suddenly Colorado became like Amsterdam. Everybody can buy weed here? On the first. It was they flipped the switch overnight on New Year's Eve, and it was all of a sudden legal. We had, for the first couple weeks of the year, we had no less than, I'd say, 200 people between me and the street. 3 to 4 hour waits. Just people waiting a long time, but very happy to be able to buy legal marijuana. Is this one of the few stores where I can buy this? Actually, no. There are several hundred dispensaries here in the state of Colorado. Upwards of about 300, actually. 300? Absolutely. You get a lot of tourism here now as well. Yeah, absolutely. Sure thing. Plenty of tourists from out of state. We do have plenty of in-state folks, but a lot of people coming from out of state as well. So you're actually taking the tourists we get in Amsterdam, they're now coming to Colorado. Absolutely. It is a cannabis tourism is now shifting towards Denver. Where can I find the plant where this came from? Is it close by? It is close by. We can take you right up there, actually. Really? Absolutely. And it's legal? Absolutely. You don't have a back door where criminals come. Nothing like that. Nothing like that at all. No criminals involved in this industry. Hello. Hello, how you doing? I'm Tom from the Regenkamer. Sean Phillips, nice to meet you. Is this where you grow the weed? Yes, sir. Can I see it? You betcha. Let's go. Wow. This looks very illegal. Everything's 100% legal here. How much do you produce in total? About 350 pounds company-wide, or 160 kilos. Every? Monthly. Every month? Every month. This is one of our smaller flower rooms. This is one of the smaller ones? One of the smaller ones. We've got 12 lights in here. We're building out to rooms that will be in excess of 500 lights. 500? Yes. How big's that gonna be? Yeah, real close to a football stadium size. You're gonna have a football stadium full of plants? Full of plants, yes. How big is this industry right now in Colorado? It's very big. I think that it's gonna be the third biggest cash crop this year in Colorado. The third, behind corn and hay, right in front of wheat. About $660 million is what is projected to do this year. $660 million. Yes. So this is actually really important for the state of Colorado. It is on many different levels, you know, from the tax to people moving to the state to work in Colorado to the real estate that's being consumed or utilized for this. So you actually pay tax when you sell this? We do pay tax when we sell this. How much? On the recreational side, depending on the local taxation, it's anywhere from 22 to 30%. So 22 to 30. Yeah. That's a lot. It's a lot of tax, but it goes to a lot of good places. The first $40 million of the recreational tax goes to fund schools here in Colorado. Little school kids are gonna enjoy people who buy this. The benefits of the tax dollar, yeah. Dat zou in Nederland legalisering opleveren? Heel veel, naar mijn idee. Op de eerste plaats levert het op dat je het gebruik minder spannend maakt. En dat zal met name bij de jongeren normale gedrag opleveren. En dan natuurlijk het hele financiële aspect. Ja. Je bent al die beheerskosten kwijt, die 465 miljoen. Ja, niet allemaal, want die verslavingszorg van die 12 miljoen... maar dat is maar 3% op je beheerskosten, die blijft. Maar voor de rest ben je dus 465 miljoen beheerskosten kwijt. Ja. En op de derde plaats, je kunt schattingen maken over hoeveel er in omgaat en omzet. Maar als je het legaliseert, dan weet je één ding zeker. Je kunt er gewoon btw op heffen. Je kunt er accijns op heffen, net als op sigaretten en op benzine en op alcohol... En mijn schatting is dat je daar minstens 250 miljoen uithaalt. 250 miljoen? Als je dat optelt bij die 450 miljoen minder beheerskosten... dan praat je dus over 700 miljoen of bijna 750 miljard besparing... op het moment dat je legaliseert. 750 miljard? Voor het overheidsbudget.
3/4 miljard, Paul? Ja, dat is heel veel geld. Wat je daar allemaal niet mee kunt doen. Je hoort wel eens zeggen dat wiet geestverruimend zou zijn. En dat mensen de beste ingevingen kregen tijdens het roken van een jointje. Als dat klopt, zou het misschien goed zijn als men elkaar in de Tweede Kamer niet alleen de Zwarte Piet toespeelt, maar ook eens een flinke jonko. Ik hoef niet per definitie als ik kweker ben ook dief te zijn. Het ging mij gewoon om het kweken van die plant.